Schiet op. Opschieten. Ik zeg, geef me je geld. Ik heb geen geld, dat zeg ik je toch. Wat is je huisnummer? 93. Binnen. Ja. Ouderen zijn een makkelijker doelwit dan andere mensen. Om de dood eenvoudige reden dat ouderen vaak minder alert zijn. Gehoor wordt minder goed, gezicht wordt minder goed. Ze zijn niet zo snel en vaak goedgelovig. Ouderen zijn vaker slachtoffer van misdrijven als overvallen, berovingen en babbeltrucs. Volgens de politie is er sprake van een trend. Dat boezemt angst in, zeker in Overvecht, na de beroving en aanranding van de hoogbejaarde man. Heel veel ouderen gaan 's avonds de straat niet meer op. Ja, dat is op zich een heel erg gegeven. Dat komt in Overvecht vrij veel voor, het gevoel van onveiligheid. En dan gaat het echt om een gevoel, want het is de afgelopen 5 jaar juist een stuk veiliger geworden in Overvecht. Die gevoelens van onveiligheid van die mensen, die moet je zeer serieus nemen. En zeker ook van de oudere mensen. Nou, wat we eraan kunnen doen is gewoon meer in contact gaan. Tips geven, voorlichting geven, van zeker als er zo'n ernstig misdrijf is gepleegd, wat doet de politie eraan? Wat is de voortgang van het onderzoek? En ze ook veel meer de mogelijkheid geven om als er klachten zijn of als er zorgen zijn, om daaraan tegemoet te komen. En dat is nu hard nodig, want de beroving en aanranding in deze flat maakt een hoop los in de wijk. En ik denk dat een hoop mensen gewoon dat een impact ervaren van, ja, dat kan mij ook overkomen natuurlijk. En vooral ook de oudere mensen, want er wonen hier ook een hoop oudere mensen. Die denken van, nou ja, hetzelfde ben ik aan de beurt een keer. De gemeente komt na de bewonersmiddag dinsdag met concrete maatregelen, zoals meer buurtpreventie en het mogelijk maken om het vuilnis eerder, als het nog licht is, buiten te zetten. Maar de wijk wil meer. Meer politie, sowieso meer zichtbare politie op straat en ook overdag. 'S Avonds zie je ze nog wel eens rijden met een motoragent of een politiewagen. En die rijden dan nog wel eens rond, maar dat mag voor mij best wel eens wat meer. Of trek eens een blik stadswachten open, want die zie ik tegenwoordig ook niet meer. Meer politie is vooralsnog niet de oplossing, zegt de gemeente. Maar de bewoners worden wel beter en vaker geïnformeerd over de stand van zaken. En dus ook over de aanranding van de bejaarde man.